Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend heeft op veel plaatsen bewolking de overhand en er valt verspreid wat buien geregen. Later op de ochtend wordt het tijdelijk even droog en breekt soms de zon even door. De temperatuur stijgt dan snel van een graad of 18 naar 21 tot lokaal 24 graden. Maar tegen het begin van de middag trekken er vanuit het zuiden weer stevige regen- en onweersbuien het land in. En bij die buien is ook kans op zware windstoten. De wind is in eerste instantie zuidoostelijk en matig, maar draait later naar het zuiden tot zuidwesten en neemt dan fors toe naar matig en naar zeekrachtig tot hard windkracht 4 tot 7. Ook vanavond trekken nog een aantal stevige buien over het land. Later wordt het geleidelijk aan droger en klaart het op. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. Althans, er is weer geregeld ruimte voor de zon. Maar in het binnenland ontstaan er de loop van de dag ook wel weer een aantal buien. Het wordt een graad of 20 en er staat een matige en zeekrachtige wind uit het zuidwesten. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het wisselvallig weer met perioden met zon, maar ook wolken en een aantal buien. De middagtemperatuur zakt geleidelijk tot onder de 20 graden en daarmee is het toch echt aan de koele kant voor half augustus. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl